Hoi, welkom bij week 3 van de call. Nou, als het goed is, ben je zover met je sjaal. Dus we hebben één keer twee samengebreid, recht. Zo, gewoon twee samen en overgehaald twee samen. En hier heb je twee averechts samengebreid. Zo kan je het beter zien. Ja. Nou, nu heb ik weer zo'n gaatjesrandje gemaakt. Met de twee samen. En ik heb alvast een stukje gebreid. Deze week gaan we drie steken samen breien. Wat staat er in het patroon? Eén omslag. Drie steken samen. En daarvoor haal ik er twee af. Ik brei er één. En ik haal die twee die ik af heb gehaald eroverheen. Maak ik weer een omslag. En brei ik er één. Dus omslag, drie samen, omslag, één recht. Goed. Ik zal even mijn draad om mijn andere vinger doen. Dat is misschien makkelijker. Dus omslag, drie samen. Voor drie samen hou ik twee steken af. Dus ik steek er gewoon twee in, alsof ik twee samen zou breien. Brei ik niet, zet ik op mijn andere naald. Die derde steek, die brei ik. Dus insteken, omslaan, doorhalen. En die twee steken die ik samen heb afgehaald, die pak ik met z'n tweeën op. En die gooi ik eroverheen. Zo heb ik er drie samengebreid. Nou, het patroon was omslag, drie samen, omslag en nog één recht. Oeps. Nou, dat doe je tot het einde van de toer. Terugbreien averecht. En straks in de volgende toer gaan we weer drie steken samen breien. Als je het goed doet, is de volgende keer de drie samen boven degene die je enkel hebt gebreid. En boven de drie samen komt een recht gewoon. Dus je verspringt. En zo krijg je dat leuke sterpatroontje. Dus veel plezier ermee en tot volgende week.